Ik ben Marlijn en we zijn vandaag bij IC Dubo, Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. En vandaag is dit de locatie van onze kennissessie Duurzaam Maar Hoe. Wij zijn hier omdat we een opdracht hebben gekregen van het college. Die hebben gezegd, we willen graag een verduurzaming van alle openbare gebouwen. Om inspiratie op te doen op het gebied van duurzaam bouwen. Wij zijn Patrick en Mila van der Meulen, broers en oprichters van ons eigen energiebedrijf, Eni.nl. Wij hebben eigenlijk de mensen hier meegenomen in ons verhaal aan de hand van drie vragen. Moeten we veranderen? Hoe groot is het klimaatprobleem op dit moment? Kunnen we veranderen? Welke oplossingen zijn al beschikbaar? En uiteindelijk gaan we veranderen. En daar was het ook goed dat hier het bedrijfsleven en de politiek aanwezig was. Uiteindelijk zijn zij de mensen die het moeten gaan doen. We werden meegenomen in het verhaal van wat de nut en noodzaak was om tot verandering te komen. En wat ik zelf het mooie vond was dat allerlei vertegenwoordigers van omliggende gemeenten waren hier te gast. Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. En ze gaan echt met iets mee naar huis waardoor ze maatschappelijk onroerend goed beter kunnen verduurzamen. De diverse lezingen die zijn interessant. En die geven wel aanleiding om wat verder door te gaan met onderzoek naar de mogelijkheden. Ik vond het heel indrukwekkend, ik vond het heel interessant. Ook hier zo in deze hal, dat je veel oplossingen ziet voor nieuwbouw, maar vooral voor de bestaande bouw. Het klimaatprobleem is eigenlijk gigantisch groot op dit moment, hè. Dat is heel veel uitdaging. Maar nog veel belangrijker dat de oplossingen al beschikbaar zijn. En dat eigenlijk het, waar het nu op neerkomt, is dat we het vooral gaan doen. Dus gemeentes en ondernemers samen het gewoon oppakken. En dat we dan heel veel mooie dingen samen kunnen bereiken.